Today, I apologize. Ave mi trapidi disculpa. Tide mi vani taki pardon. De Nederlandse overheid heeft haar excuses aangeboden voor het slavernijverleden in Suriname en andere voormalige kolonies. Nederland moet haar aandeel bij de slavernij, die als een misdadig systeem getypeerd kan worden, onder ogen zien, zei de Nederlandse premier Mark Rutte vandaag tijdens een live toespraak naar aanleiding van de kabinetsreactie op het rapport Ketenen van het Verleden van het adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden. Rutte sprak in het Nationaal Archief in Den Haag. Wij, levend in het hier en nu, kunnen slavernij alleen in de allerduidelijkste bewoordingen erkennen en veroordelen als misdaad tegen de menselijkheid. Als een misdadig systeem dat wereldwijd onnoemelijk veel mensen, onnoemelijk veel en groot leed heeft gebracht. En dat doorwerkt in de levens van mensen hier en nu. En wij in Nederland moeten ons aandeel in dat verleden onder ogen zien. Daarom is het goed dat we elkaar vandaag in het Nationaal Archief ontmoeten. Hier ligt ons nationale geheugen opgeslagen. Dus dit is de plek voor nationaal gewetensonderzoek. Hier kun je niet om de historische feiten heen. Zoals Anton de Kom de wrede slavernij beschreef voor Suriname, gebeurde het ook elders onder Nederlands overheidsgezag, wat afkeuringswaardig is. De feiten in de archieven spreken. De geschiedenis houdt een ieder bezig, meent Rutte. Eeuwenlang is onder Nederlands staatsgezag de menselijke waardigheid met voeten getreden op de meest afschuwelijke manier. En te weinig hebben opeenvolgende Nederlandse regeringen na 1863 gezien en erkend dat het slavernijverleden een negatieve doorwerking had en heeft. Daarvoor bied ik namens de Nederlandse regering excuses aan. We doen dit niet om schoon schip te maken. Niet om het verleden af te sluiten en achter ons te laten. We doen dit, en we doen dit nu, om staande op de drempel van een belangrijk herdenkingsjaar samen de weg vooruit te vinden. We delen niet alleen het verleden, maar ook de toekomst. Dus zetten we vandaag een komma, geen punt. Rutte merkt op dat hij het zelf mis had voor wat betreft de effecten en daden in die tijd. Onderdrukking werkt nu nog door bij de nazaten. Om het probleem op te lossen moet het verleden open en eerlijk onder ogen gezien worden. Rutte zegt dat de Nederlandse staat nog steeds verantwoordelijkheid draagt voor het leed dat slaafgemaakten is aangedaan. Het gesprek over het slavernijverleden moet volgens Rutte gevoerd worden, hoe moeilijk het ook is.